Je bent met pensioen en eindelijk heb je tijd voor je liefhebberijen. In Tiet Verdries bezoeken we mensen met leuke, gekke of extreme hobby's. Die tekening die heb ik gewoon nodig om mijn beest eigen te maken, om te kunnen beoordelen hoe het moet worden. Als ik zomaar klakloos zou beginnen, dan ging het niet goed. Dan kwam ik niet tot een goed resultaat. Ik had altijd wel plezier aan hout, via het figuurzagen en zo. Figuurzagclub hadden wij ook op school. En de plankjes werden steeds dikker en op een duur ben ik ze wat af gaan ronden. En zo is het geleidelijk aangekomen dat ik dus houten, echt driedimensionale figuren kon maken. Dieren interesseert mij heel erg. Natuur interesseert mij ook heel erg. Planten ook. Ik maak zo gemiddeld 4 of 5 in een jaar. En wij hebben geprobeerd dat wat te noteren. Ruim 200, ongeveer 230. Maar de echte beeldje zeg maar 200. Hier bewaart u ze allemaal in? Een paar. Kleintjes? Ja. En de grote werken, waar ze hier staan? Ja, hier een beetje in een kast en boven nog. Kijk, dit is pokhout. Wat is dit vooral? Weet maar het. Oh, zwaar, ja. Ja, dat is heel, bijna het zwaarste hout wat er bestaat. Een graspakje. Op een tentoonstelling was een keer, heel lang geleden, ook een vrij groot beeld, die had ik nog maar pas klaar. En toen was er iemand die wou kopen, ik was er nog niet bij, toen belden ze mij op. Een meneer die wilde een beeld kopen, ja, ik verkoop eigenlijk niet. Ja, maar hij wil toch heel graag een beeld kopen, wat moet hij dan kosten? Nou, in een wilde bui noemde ik een heel hoog bedrag. 700 gulden was in 1960 was voor mij heel veel geld. En tot mijn verrassing werd hij verkocht. Stof zit er nog op. Kijk, dat is ook weer uit noten. Dat is een stuk noten uit Frankrijk. Frans notenhout. Dat is een cheetah, dus het is een jachtluipaard in het Nederlands. Tegenwoordig noemen we hem steeds cheetah. Deze kom je bij ons in de tuin niet zo vaak tegen. Dus ik heb hier 5 tekeningen van, maar vooral van foto's. Ja. Als de kop niet goed slaagt, dan is de rest is ook... of de rest, maar bij dat andere kun je altijd nog wel eventjes een beetje variëren, maar bij de kop niet. Ik kreeg een heel groot blok esdoorn, of eigenlijk moest ik zelf ophalen. Er was een landbouwer die vroeg mij, wil je ook esdoornhout? Nou ja, jawel, graag.
Nou, zei hij, daar staat hij. En wees mee in de tuin. Er stond zo'n boom. Maar ik heb me er niet voor omgedraaid. Dus we hebben me veel moeite de hele dag bezig geweest om die boom om te zagen. En een heel groot blok esdoorn. Van de tekening maak ik dan een kartonnen malletje. En die kan ik daar zo opleggen. Zo. Maar daar hou ik mezelf niet heel precies aan. Als je een stukje recht wil maken, dit zijn rechte beitels. Dus daar zit geen boog in. Dus precies recht. Nou, een kwartiertje en dan ga ik. Maar dan ben ik eerst ook wel. Dan weet ik ook verder niet. Dan moet ik eerst weer kijken. Hè? Kijk, zo werk ik het dan geleidelijk aan uit. Dus dit wordt de vleugel zo. Nou, de voorkant van de vleugel is altijd wat afgerond. Dus dan zet ik hem andersom. Dan moet ik wel om denken dat hij niet op de grond valt. En dan pak ik voor de afronding bijvoorbeeld een andere beitel. Deze, dat is een ronde beitel. Dat is een guts. En dan kan ik hier zo de voorkant van dit dier de vleugel aangeven waar die aan toe is. Ja, ik werk met heel veel plezier aan, ja. Nou, en als het heel slechte tijden wordt, kun je altijd nog in de open haard doen.